Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Er trekt vandaag veel bewolking over het land. Zoals we ook kunnen zien op de satellietfoto van 10 voor 2 vanmiddag. Af en toe breekt wel even de zon tussen de wolken door. Ook vanavond is het nog half tot zwaar bewolkt. Soms wat meer opklaringen. De temperatuur halverwege de avond ligt rond een graad of 19 en er staat weinig wind. Komende nacht blijft het wisselend bewolkt. De meeste opklaringen in het binnenland... De temperatuur daalt naar 14 graden in het zuidwesten tot 11 graden in het noordoosten van het land. De wind is zwak en draait geleidelijk aan naar een oostelijke richting. Morgen overdag is de wind dan gedraaid naar zuidoost tot zuid. Er komt een storing over het land zetten. In eerste instantie is het al bewolkt in het zuidwesten en westen van het land. Er valt ook al wat regen. Maar in het oosten en noordoosten is het ochtends nog droog en kan de zon enige tijd schijnen. Daar wordt het 24 graden, in de rest van het land tussen de 19 en 21 graden. In de middag breiden de wolken en buigen regen zich dan over de rest van het land uit. Het kan soms even flink doorregenen. In de avond wordt het dan langzaamaan verder droog. De wind draait dan naar de noordwestelijke richting en wordt matig kracht 3 of 4. Dan de dagen daarna. Op donderdag is nog kans op verspreid en enkele bui. Met name in het noorden en oosten van het land. In het zuidwesten blijft het overwegend droog. Verder is er vrij geregeld zon. Ook wel wat wolkenvelden. En er waait een matige wind uit het noorden of noordwesten. Op vrijdag en zaterdag blijft het overal droog en zijn er flinke zonnige perioden. De middagtemperatuur krabbelt geleidelijk aan weer wat op. Op zaterdag wordt het 21 tot 23 graden en de wind draait dan naar de noordoostelijke richting, zodat op de dagen daarna de temperatuur nog wat verder kan oplopen. Dat zien we in de 15-daagse grafiek. Op zondag wordt het een graad of 3 à 24 en op maandag op veel plaatsen een zomerse 25 graden of nog wat meer. De dagen daarna, dinsdag, woensdag, donderdag en richting het volgende weekeinde, dan is de weersverwachting toch duidelijk onzekere. Overdag kan het weer wat koeler Weer gaan worden, maar de zomerse temperaturen zouden ook aan kunnen houden. Dat is dus nog even afwachten. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl